welkom weer bij een nieuwe vlog. En mijn moeder is jarig, dus wij gaan nu lekker gezellig uit eten met z'n vieren. In Epe, Steakhouse, Riphouse, whatever. Nu heb ik al iedereen van kijken. En daar had ik ook gegeten vorig, nee, begin van het jaar. Nog voordat ik ging vloggen. Ik wilde toen gaan beginnen met vloggen, maar toen ging ik een beetje oefenen, zeg maar. Ik zal zo meteen even wat video's daarvan gaan posten. Van mij heb ik die nog wel. Maar daar heb je echt gewoon vet goed eten. Echt heerlijk. De jarige. Hallo. Gefeliciteerd, moeder. Ja, dank je wel. Lekker. Hoi. Hoi. Hier. Niks kleur. Kijk hè, kijk mensen, als ik hier op druk. Het is echt zo zacht. Oeh, heerlijkheid. Goedenavond allemaal. Ik zit nu hier op mijn cowboy stoel. Wat is het daar al? Cowboy dingen. Cowboy dingen. Ik heb gekozen en ik ga voor de, een beetje wazig, voor de lady steak. Ja, ik ga voor de lady steak. Deze chick is irritant. Lady steak, biefstuk van de ossehaas, zeer mals. Ik hou van mals. Ja, mensen, ik moet het even met jullie delen, want het is echt goddelijke knoflook. En wat is het? Kruidenboter, de kruidenboter. Dat laat ik nog bewerken. Oké. Okay. Nee, lachen mij uit, dat ik mezelf hey, hi. Ik zit nu met Terro in de auto. En Terro zit hier achter. Yes. Wij zijn nu voor het huis van onze vriendinnetje, Priscilla Rahayan. Die we al 10 jaar niet hebben gezien. Ik ben de hoofdag. We gaan dan even surprise acten. Dus jullie zijn hier allemaal getuige van dat we hem allemaal laten schrikken. Oké, we gaan uitstappen. Helemaal om het even spannend te maken, terwijl het helemaal niet spannend is. Dat is iemand met de auto. Ja, best iets man. Beter gaat die. Oh, nu denk ze al dat jij dat bent, hè? Shit. Ja, hij heeft nooit best. Gaat hij ook nog eens afslaan? Goh, je Mickey, ik kan hem weer rijden. Kijk, oké. Ja, ik kom. Oh, wat ga je doen? Dat is oké, dat is oké. Oké, maar kijk. Even kijken, is die kamer zo naar binnen? Dan doen we zo. Precies niks, is het. Waar is die afgezet? Nou, dat was niet echt een surprise. Ik ben met de auto. Echt. Hi, schat. Wat leuk. Goedenavond, tante Axa. Ben je met de auto van? Hallo. Wat cool is dit voor jou? Ja? Serieus? Gruwelijk. Ze zijn even een potje aan het kaarten. Chinezen. Oh ja, meiden, ik heb het nog niet gezegd tegen jullie. Maar ik ga trouwen, zeg. Cool. Ik ga dus, kijk, hoe ik film. Dat betekent dus, ik ga vlog beginnen. Vlog, ik ga vloggen. En ik ben nu aan het oefenen. Om te vloggen, zeg maar. Videoblog. Oh, videoblog. Volgen, wat een gek man. Dus, nee, dat. Eigenlijk achteraf wel logisch naam. Ik vind het best wel leuk. Video. Vloggen. Dan kan iedereen zien wat ik met mijn leven doe. Gewoon altijd met deze tikkies chillen. Nou ja, laatst het eigenlijk niet, want dit is na 10 jaar weer herenigd. Ja, het is dat. Dus dat. Zien deze dus altijd afwezig is. Dat is bijna. En we zijn weer thuis. Het is 8:15. En ik zit helemaal vol. Echt niet te geloven. En ik ben echt helemaal kapot. Mijn gezicht ziet er echt heel vermoeiend uit. Ik heb echt afgelopen tijd. Natuurlijk zeg ik het allemaal. Afgelopen tijd slaap ik gewoon veel te laat en moet ik gewoon vroeg op. Ik slaap maximaal 5 uurtjes. En dat al een hele lange poos. Dat is echt zo slecht. Ja, dus dat is echt aan mijn gezicht te zien. En ik voel het nu ook lichamelijk. Ik wil 9:30 gaan slapen. Hopelijk gaat het lukken. Echt, ik heb echt zoveel pijn. Ik praat al 1 minuut lang door. Maar goed, ik ga even mijn lenzen uitdoen en brilletje opdoen. Dat is al een hele bevrijding. En dan
lekker chillings. Morgen weer vroeg op. Ik ben thuis en vanmorgen zag ik dat er een briefje op onze deur stond, omdat de bel het waarschijnlijk niet doet. Maar ik ging dus net naar binnen en toen las ik werkelijk de tekst. En die tekst is gemaakt door Nathanael. En dat is zo. Are you serious? Woe! Echt waar, deze gast, jongen. Gaat hij zo praten? Echt te grappig. Dus dat. Maar ik ben dus lekker thuis. En ik ga even nog mijn haar even bijstylen. En dan ga ik even kijken in Ebeneeskerk, want daar is zingen in. Eigenlijk zou ik meezingen vandaag. Zou ik zingen met Aisha Priscilla, met Om Danny en Lona en Om Ateng. Maar ze gaat niet door in verband met een overlijden. Dus dat is wel jammer. Maar daardoor kon ik wel gewoon lekker rustig aan doen in Arnhem. En ik ga alsnog dus eventjes kijken, want ik ben nog best wel benieuwd hoe druk het is. En ik moet nog steeds naar de wc. Ik moet al sinds de trein naar de wc. Volgertjes komen even op mijn vlog. En ik moet stil zijn. Dit is ons opwekkingsliedje van opwekking 2013. Ik ben thuis. Ik ben eerder weggegaan dan het einde. Want ik ben echt heel erg moe.
En dat zie je denk ik ook wel, want ik heb echt maar hoeveel uurtjes geslapen vannacht. 2:30 ging ik naar bed. En ik ging... 6:15 ging mijn wekker. Dus ik heb echt maar 4 uurtjes geslapen. En ik merk het nu heel erg. Dus ik moet eventjes kracht opbouwen voor straks. Met opzetten. En ik dacht net even terug aan dat filmpje van dat die kinderen dus gingen zingen. En ik ben nu best wel benieuwd naar, naar dat filmpje van toen ik dat zong. In Rotterdam. Volgens mij is daar wel een opname van ergens in Nederland. Waarschijnlijk daar ergens heeft iemand een bandje daarvan. Dat ik en Gloria die zongen dat best wel vaak. Wij zongen altijd samen. En we waren net zo jong als die kindertjes in de kerk net. 6, 7, 8 jaar. Ja, dat eigenlijk. Ik ga eventjes nu chillen. Even rustig aan en dan zo meteen er tegenaan. Ik hoop dat het vanavond niet al te laat wordt. En maximaal tot 10 uur en niet langer. Maar ik ben bang dat het langer gaat duren. Maar goed. En nu zijn we hier. En net als de vorige keer weer. Iedereen staat opzetten. Helpen. En we gaan zo ook eventjes oefenen. Ik ga even in de keuken bezig. Ik ben echt vet moe. Maar dat weerhoudt mij er niet van. Een liedje als morgen zingen. I'm trading my sorrows. En I'm trading my tiredness. Tiredness? Is dat een woord? For the joy of the Lord. Amen. To that. Ik ga even hier in de keuken even een beetje schoonmaken.